Ik was zo'n jongetje die dat allemaal geloofde. Oude vaars, groene zeep. En ik vind dat mooi, want ik heb leren in mooie dingen te geloven. Door mijn jeugd, hè. Ik heb één slecht ding uit mijn jeugd overgehouden. Ik rook nog steeds. En niet zo'n beetje ook, zeg. Zijn er hier nog mensen die roken? Een stuk of vier en de rest ligt te liegen, hè. Dat ik, Nee, maar ik vind het ook goed dat jullie liegen, hè. Want ik snap als roker zelf dat je je gedijst houdt tegenwoordig, hè. Want het is waar, rokers, we zijn absoluut in de minderheid aan het raken. Dat is zo. Kan een voordeel hebben. Misschien worden we binnenkort beschermd. Maar te horen aan jullie denk ik het niet eigenlijk, hè? Zal ik eens zeggen waar wij rokers gaan eindigen binnenkort? Zal ik dat nou eens voorspellen? Binnen nu en 5 jaar komen wij terecht op de Hoge Veluwe met een hek eromheen. In een reservaat voor rokers, dat geloof ik. Ja, ja. En dat de niet-rokers op zondagmiddag met hun kinderen rokertjes gaan kijken op de Hoge Veluwe. Ja, ja, ja. Dat die kinderen met hun snuffer door het gaas staan. Zo van, we staan hier al 2 uur, hebben we nog geen roker gezien. En dat die vader zegt, raad erin. Daar gaat het naartoe, hè? Wat heb ik een hekel aan dat gezeik over dat wel of niet roken, doe het wel of niet, maar elkaar dan maar mee te pesten en allemaal rapporten en onderzoek. Ik word daar gek van. Rick bijvoorbeeld, die rookt ook nog steeds. Rick. Oh, ja, ook. En die is een beetje ook. Zo. Zo. Hij zegt altijd gewoon doorstomen, maar je komt vanzelf in de haven aan. Dat zegt hij altijd. Ik was laatst bij hem in Den Haag, hè. We waren aan het kantelen met z'n tweeën. En toen vertelde hij mij een verhaal over dat roken, dat hou je niet voor mogelijk. Hij begon als volgt. Hij zei, jekkas. Je mag tegenwoordig nergens meer roken, joh. In een vliegtuig moet je op buiten gaan staan. Ik was laatst op een feestje. Moet je goed luisteren nou. Een feestje. Weet je wat? Mocht je niet roken. Ik kom maar eens in de 4 jaar op een feestje bij mijn zus. He? Mocht ik wel eens niet. Mocht je niet roken. Moest je op het balkon gaan staan. Het was 5 graden onder 0. Of onder de afzuigkap in de keuken. Dat mocht ook. Dat mocht. Sta je daar in je eentje feest te vieren. Olé! Jekkers, waar is de tijd gebleven van het leuke feestje van vroeger? Weet je nog? Toen ging het toch heel anders. Toen haalde je juist voor al je ooms en tantes hun eigen merk sigaretten in huis. Weet je nog? Dan zette je in glaasjes op een wit tafellaken. Tussen de nootjes en de pepsels. En met z'n allen lekker kringetjes blazen. Lekker schelden met de overkant. Weet je nog? Maakte niet uit wie je verrot schold. Er hing zo'n rookgordijn. Het maakte geen flikker uit. Het was gezellig. En de kinderen vonden het ook leuk. Die zeiden, opa, steek nog zijn pep op. Het ruikt zo lekker naar toffee. Moet je de kinderen van tegenwoordig horen. Anti-rookfundamentalisten zijn het. Allemaal. Ik heb ook zo'n neef, Dennis. Zo'n 12-jarig thuisbankiertje met een eigen faxnummer. Wat een eikeltje is dat, zeg. Als je aan hem vraagt, Dennis, wat wil je later worden? Dan zegt hij, rijk. Maar voor hij kon lopen had hij al een krantenwijk. Wat ettertje, zeg. Maar goed. Ik sta op dat feestje op het balkon te roken. 5 graden onder 0. Ik was de enige die nog rookte. Ik denk, lekker feestje, zeg. Jezus. Als je niet ziek wordt van het roken, dan is het wel van de vorst, zeg. Maar het was ook wel rustig. Want zo hoeren die voorkamer. Ik denk, lekker even buiten op het balkon. Nou, is toch wel lekker, hè. Ik neem 1 hes. Gaat achter mij een raam open. Op dat balkon. Is het dat kleine thuisbalkiertje. Die Dennis. En die zegt in dat vervelende dialect tegen mij, wat hij leert op de basisschool, zegt hij tegen mij, oom Rick, kunt u niet ergens anders gaan staan roken? U staat precies voor mijn computerkamertje te roken. Ik zeg, joh, doe dat raam dicht, joh, mini-bed. Moet ik soms op het dak gaan zitten, jongen, donderop. Doe dicht dat raam. Maar hij ging gewoon door, hè. Hij zei van, wist u, oom Rick, dat roken de gezondheid kan schaden? Ik krijg een college van zo'n 12-jarig turfie, je kent dat wel, hè. Die zijn allemaal opgestookt op de basisschool tegen dat roken. Hadden een project gehad, hoe heet het ook alweer? Sigaret uit of de pep uit, ik weet niet meer hoe het heette. Hij ging maar door. Hij zei, oom Rick, 5% van de rokers gaat gemiddeld. Ik zeg, Dennis, nou moet je heel snel wel raam dicht doen met een gezeik van je. Anders zal ik je zo'n ram voor je rom geven dat je via je modem en internet op de beursvloer van Japan uitkomt. Hoor. Ik ben het helemaal zat. Hij ging gewoon door, hè. Hij zegt, ja, maar oom Rick, 5%. Ik zeg, Dennis, doe nou dat raam dicht. Dadelijk loop je muis weg. En dan... Hoog gezeik met dat gozertje. Eindelijk doet dat ettertje dat raam dicht. Ik denk, hè, even roken. Verbrand ik mijn poten, zeg. Kan. Vergeet het te roken. Het ergste wat je kan doen, zeg. Nou, denk ik, nieuw checkie draaien. 5 graden onder 0. We krijgen nu voor elkaar, hè. Ik denk, nou, lekker zeg. Kan ik mijn klauwen op gaan warmen in de voorkamer om weer op het balkon. Wat een rotfeestje zeg. Ik ga die voorkamer in. Ik had het nooit moeten doen. Daar zijn ze allemaal gestopt met roken. Ze hadden allemaal zo'n pleister. Ken je dat? Hier een pleister, daar. En dan denk je, ze hebben zo'n pleister. Weet je wel, is het gezeik afgelopen? Ze roken niet meer. Maar juist praten ze de hele avond over dat ze gestopt zijn met roken.
En niet eens leuk, weet je wel. Ik ben al 6 maanden gestopt met roken. Maar ik krijg het toch steeds benauwder en benauwder en benauwder. Ik ben al jaar gestopt met roken. Ik was me dikker. Ik krijg ook last van me dikker. En als je er een geintje over maakt, is het feestje te klein. Ik zei tegen die bollen bijvoorbeeld. Ik zeg, weet je wat jij nou kan doen als je af wil vallen en ook niet roken? Hij zegt, nee. Ik zeg, moet je die pleister op je bek plakken? Dat ben je ook nog. Nou, er werd daar totaal niet om gelachen op dat feestje. Laat staan geapplaudiseerd. Jongen, jongen, ze kunnen nergens meer tegen. Ze roken niet meer. Chagrijnig, jongen. En dan gaan ze rare dingen. Ze zeggen hele rare dingen, jongen. Hij zegt tegen mij, Rick, jij rookt toch, hè? Ik zeg, ja. Ja. Ik zeg, nou in. Kom dan, joh. Hier. Kom dan, joh. Hij zegt, dan ga je gemiddeld 10 jaar eerder dood. Ik zeg, dat geeft niet. Is toch een klote feestje. En dan worden ze chagrijnig en dan komen ze altijd met het verhaal dat wij als rokers, wij schijnen de samenleving zoveel geld te kosten. Hè? De niet-rokers moesten van alles voor ons betalen. Ik zei, dat is gelul, wij betalen accijns, we betalen overal mee, op het roken ook. En ineens is die accijns peanuts. Nooit is accijns peanuts, maar dan opeens is het peanuts. En dan komt de zak Japaner er pas echt bij en dan gaan ze rekenen hoor, die uitgerookte boekhouders, jongen. Dan zeggen ze, jij rookt nog, dus jij hebt meer kans op hart, long en vaatziekten. Die krijg ik dan allemaal, die avond nog, ter plekke. En ik moet eraan geholpen worden ook, of ik wil of niet. Hè? Dus ik word gedotterd, dat kost 40.000 gulden. Ik krijg een open hartoperatie, 100.000 gulden. En wie moet het allemaal ophoesten? Zij, de arme niet-rokers. Ik zeg, dat kennen jullie makkelijk betalen, joh. Je bent gestopt met roken, je had wat geld over. Nou, ze gaan absoluut niet solidair zijn met mijn stoflongen, hè. En toen zei ik, zal ik jou nou eens, eigenlijk, hij bolle luister eens, voorrekenen wie wat nou in feite kost, hoeveel, waarom, wanneer en hoezo. Ik zei, nou rustig maar. Ik zeg, jij zegt dat ik 10 jaar eerder dood ga. Dat zijn je eigen woorden, hè? Jij wordt gemiddeld 75, de gezonde mensen worden 75, dus ik word maar 65, klopt toch? Nou, ik betaal mijn hele leven mee aan de AOW, maar ik zal er nooit aan genieten. Maar ik betaal wel mee aan die AOW van jou. Jij krijgt 10 jaar lang 20.000 bruto per jaar, dat is 2 ton. Daar ken ik van gedotterd worden, een open hartoperatie. En dan ben ik nog altijd, 50.000 gulden goedkoper uit dan jij. In feite komt het erop neer dat ik jouw oude dag bij elkaar loop te paffen. Daar komt het. Uitgeluld. Zeg, ik ga even naar het balkon. Ik heb nog een hoop te doen. Je hoort er niemand meer in die voorkamer. Ze waren helemaal uitgeluld. Dat was geweldig, jongen. Ik sta op het balkon, ik neem 1 hash. Begint achter mij het programma Windows weer. Ik zei, Dennis, doe het raam dicht. Meteen, ik wil je niet eens horen. En hij zei heel hazig, hè. Zegt, het spijt me heel erg van net oom Rick. Maar mijn computer doet opeens zo vreemd. Heeft u er verstand van? Ik zei, ja, daar heb ik een heleboel verstand van, jongetje. Dat komt dat je dat raam de hele tijd hebt openstaan. Ik zeg, dan vliegen al die virussen naar binnen en dan gaat het fout. Hij zegt, nee, dat is het niet, oom Rick. Mijn computer onthoudt opeens niets meer. Ik zei, ja, dan heb je pech gehad, dan heb je computer met Alzheimer. En toen opeens begon hij te schreeuwen als een speenvark. Hij zegt, oh Rick, er komt nu overal rook uit. Ik zeg, ja, dan ben je helemaal door lul, dan moet je hem buiten zetten. Geef hem maar aan. Ik kreeg ruzie met zo'n gozertje, weet je wel, 12 jaar. En weet je wel, nou, belachelijk eigenlijk. Zijn moeder erbij, iemand een toffee. Ja, en uiteindelijk was het rustig, weet je wel. En toen dacht ik, nou, eindelijk één checkie. Even op mijn vuilnis en maar zitten, daar hoor ik toch. Ik neem 1 hash, kom me 1 voor 1 die uitgerookte boekhouders uit de voorkamer dreigen, meld op het balkon. Zo van, hey Rick, geef mij even 1 hash. Ik zeg, wat is dat? Zit je pleister los? Ik zeg, als je wil roken, dan ga je die peuk maar opraken. Ik zeg, weet je hoe ze dat noemden in de Tweede Wereldoorlog? Bugsack.